De directie en de Raad van Commissarissen van de Surinaamse Luchtvaartmaatschappij, SLM, ontkennen dat er sprake is van een vermeende sluiting van het staatsbedrijf. In een gezamenlijk persbericht van de directie en RVC wordt gemeld dat de huidige president-commissaris Jimmy Rosheuvel nooit en te nimmer de uitspraak heeft gedaan dat de vliegmaatschappij zal ophouden te bestaan. Het gerucht alsof het bedrijf sluiten komt van de voorzitter van de personeelsbond, Romy Maaien, stellen directie en RVC in voornoemd persbericht. Ook ontkennen zij dat zij ooit deze uitspraak hebben gedaan. Integendeel wordt onderstreept dat president-commissaris Rosheuvel van de regering het mandaat heeft gekregen om het bedrijf binnen 2 tot 3 jaren gezond te maken. Maaien, hiermee geconfronteerd, blijft erbij dat het Rosheuvel is die ooit gezegd zou hebben dat de SLM zal sluiten. Ik ben er versteld van, omdat dit bij herhaling is aangegeven door de president-commissaris zelf, de heer Jimmy Rosheuvel, dat de opdracht die hij heeft van de president is de SLM sluiten. Maar en hij heeft gevraagd, ja, en heeft toen gevraagd van geeft hij mij de gelegenheid 2 tot 3 jaar om het bedrijf gezond te maken. Dat heeft hij ons bij herhaling gezegd. En nu hoor ik plotseling dat hij dat nooit zou hebben gezegd. Ik ben niet de enige die dat heeft gehoord. Hè. Het was geen one-on-one gesprek. Is dat niet de tegenstelling dat je aan de ene kant stelt dat het bedrijf moet worden gesloten en aan de andere kant zeg je tegelijkertijd dat hij 3 jaren nodig heeft om het bedrijf gezond te maken? Is dat niet de opposite? Nee, kijk wat er is gebeurd. Hij heeft gevraagd aan de president om hem in de gelegenheid te stellen, toch, voor 2 tot 3 jaar om het bedrijf gezond te maken. Dus er is maar de opdracht is geweest, sluiten. En dan heeft hij gevraagd, geeft u mij de gelegenheid 2 tot 3 jaar? Is er een miscommunicatie ergens? Nee, helemaal niet. Dat de interne miscommunicatie binnen de Surinaamse luchtvaartmaatschappij averechts kan werken op de passagiers van de SLM, wordt naar het Rijk der Fabelen verwezen door Maaien. Hij vindt dat Surinamers de deskundigheid van SLM niet in twijfel mogen trekken. Maar je moet ook wel weten, meneer Rosheuvel is niet mijn gesprekpartner. Hè? Conform die CAO die we hebben, die overeenkomst die we hebben, is de directie onze gesprekpartner. Maar hij wil steeds weer optreden als zijn onze gesprekpartner. Moet ik concluderen dat er een interne communicatieprobleem is op dit ogenblik bij de SLM? Ik zou dat niet zeggen. Ik zou zeggen, meneer Rosheuvel moet gewoon zijn mond houden. En de structuren volgen. Oké. En u volgt dus het pad van de directie? Ja, zij zitten binnen de communicatiestructuren met de bond. Ja, maar... Zij zijn gesprekpartner van de bond, niet meneer Rosheuvel. De perscommuniqué, daarachter staat ook de directie. Het begint zo, de directie en raad van commissarissen van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij. En toen hebben ze een hele bericht geschreven. Met andere woorden, op dit ogenblik hebben beide groepen toch wel cohesie bereikt. Directie en raad van commissarissen. En ik weet niet zeggen, of ze het vanmorgen hebben bereikt of gisteren hebben bereikt hoor. Voorzitter van de personeelsbond van de SLM, Robbie Maaien, in een reactie op het persbericht, waarin zowel de directie als de raad van commissarissen ontkennen dat het bedrijf zal ophouden te bestaan.